De zomermaanden staan ieder jaar volgepland met heel veel festivals. Normaal gesproken begint het festivalseizoen rond half april en loopt het door tot eind september. Maar dit jaar ziet het er allemaal net wat anders uit. Vanwege de situatie rondom het coronavirus zullen er tot 1 september geen festivals plaatsvinden. En dat is voor veel mensen flink balen. Maar het is ook een goed moment om eens terug te kijken op een aantal festivals uit de afgelopen jaren. Zo kennen we in Nederland bijvoorbeeld een paar festivals die enorm veel bezoekers trekken, zoals Pinkpop en Lowlands. Maar ook in andere werelddelen weten ze een goed festival neer te zetten waar soms wel miljoenen mensen op afkomen. Een shout-out gaat uit naar Tycho van der Werk voor het indienen van dit idee. De top 10 grootste festivals ter wereld. Dit festival wordt al sinds 1970 ieder jaar gehouden tijdens de laatste weekenden van april en mei. Het vindt plaats in New Orleans, in de Amerikaanse staat Louisiana. Het evenement trekt onwijs veel bezoekers, waarvan het grootste deel toeristen zijn. Dat blijkt uit zowel de opbrengst van het festival als de enorme bezoekersaantallen. Jaarlijks wordt de omzet van het evenement geschat op zo'n 300 miljoen euro. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat er vorig jaar alleen al zo'n 450.000 bezoekers waren. Op het festival treden heel veel verschillende artiesten en jazzbands op. Maar dat is niet de enige reden dat er zoveel mensen op afkomen. Op het feest is er ook een ruim aanbod aan eten, omdat het motto is om geen simpele afhaalmaaltijden te serveren. Ook heeft het festival een grote markt waar je handgemaakte producten kunt kopen van kunstenaars. En er zijn zelfs attracties op het festivalterrein. Dit festival staat ook wel bekend als het feest met een doel. Essence Music Festival is namelijk een jaarlijks terugkerend muziekfestival wat al sinds 1995 wordt gehouden. Het festival wordt georganiseerd vanuit het tijdschrift Essence, wat zich vooral richt op Afrikaans-Amerikaanse vrouwen. Omdat het festival zich op dit publiek richt, werd het evenement het grootste Afrikaans-Amerikaanse cultuur- en muziekevenement in de Verenigde Staten. In 2018 kwamen er maar liefst 510.000 bezoekers op af. De meeste edities werden gehouden in Houston, maar vanwege orkaan Katrina in 2006 werd het eenmalig georganiseerd in Durban, Zuid-Afrika. Het festival zelf trekt grote namen. Beyoncé, Nio en Barack Obama hebben het festival allemaal bezocht. Het Glastonbury Festival duurt 5 dagen en vindt plaats in Engeland. Op dit evenement komen artiesten vanuit heel veel verschillende muziekstijlen optreden. Zo is er eigentijdse muziek, dancemuziek, maar ook theater en circus komen aan bod. Het evenement is een van de grootste die jaarlijks in Engeland plaatsvinden. Omdat het 5 dagen duurt, verblijven veel bezoekers op de omliggende festivalcampings. Hoeveel bezoekers dat precies deden is niet bekend. Maar afgelopen jaar trok het festival zelf maar liefst 540.000 bezoekers. En dat is niet voor niets, want het festival geeft een aantal grote artiesten de gelegenheid tot optreden. Zo stond er voor de editie van dit jaar bijvoorbeeld Kendrick Lamar, Taylor Swift en Paul McCartney op de planning. Maar ja, die moeten helaas nog een jaartje wachten voordat ze de show daar kunnen stelen. Dit festival ken je misschien wel. Het is een jaarlijks terugkerend festival dat plaatsvindt in de eerste week van augustus in Budapest, Hongarije. Sziget betekent eiland en dat is de reden waarom het feest zo heet. Het vindt plaats op het oude eiland van de stad Budapest. De eerste editie van het evenement vond plaats in 1991 en duurde toen maar liefst een week. Daar is eigenlijk niets aan veranderd. Het enige wat wel veranderd is, is de populariteit. Afgelopen zomer trok het festival maar liefst 565.000 bezoekers. Sziget kenmerkt zich door de vele podia. Op al die podia vind je een diversiteit aan artiesten terug. Zo waren bijvoorbeeld Martin Garrix, Shawn Mendes, Major Lazer en Wiz Khalifa afgelopen jaren present. Dat het festival populair is bij Nederlanders blijkt uit de Sziget Express. Dat is een festivaltrein die Nederlanders speciaal naar de festivallocatie brengt. Rock in Rio is een muziekfestival dat voor het eerst werd georganiseerd in Rio de Janeiro in 1985. Speciaal voor het evenement werd een hele locatie gebouwd in de stad, wat de bijnaam Rockstad kreeg.
Met een oppervlakte van maar liefst 250.000 vierkante meter mag het inderdaad ook wel een stad heten. Heel veel grote rockbands en artiesten hebben al eens optredens gehad in de afgelopen edities van het festival. Een paar voorbeelden hiervan zijn Queen, Guns N' Roses en Run DMC. Natuurlijk kwamen op deze grote namen ook grote bezoekersaantallen af. De laatste editie trok zo'n 700.000 mensen. Door enorme successen op de edities in Rio de Janeiro besloot de baas ook een aantal edities in Lissabon en Madrid te organiseren. Hier traden niet per se rockbands op, maar dat was niet erg omdat het een enorm publiek aantrok. Het Coachella Valley Music and Arts Festival is een zesdaags festival gehouden in Indio in Californië. Het festival kenmerkt zich door een enorm uiteenlopend aanbod van muziekstijlen op diverse podia. Een belangrijk onderdeel van al die podia is de manier waarop ze de hitte tegenhouden. Want dat is midden in de woestijn met een gemiddelde temperatuur van 38 graden nogal belangrijk. Coachella is sinds 2001 een jaarlijks fenomeen. En sinds 2012 vindt het elke keer op vaste data plaats. Het festival wordt 2 weekenden van ieder 3 dagen lang gehouden. Je kunt dan apart tickets kopen voor 1 van de laatste 2 weekenden. De weekenden zijn altijd, behalve dit jaar natuurlijk, de laatste 2 van april. Het succes van Coachella moest op gang komen. Op de eerste editie in 2001 werd maar liefst 8 ton verlies gedraaid. Maar dat zit inmiddels wel goed, blijkt uit de bezoekersaantallen van afgelopen jaar. Maar liefst 750.000 mensen kwamen hier in totaal op af. Tot 2017 heette dit festival nog Station Woodstock, maar de naam is nu veranderd in Poland Rock. Het evenement wordt sinds 2005 jaarlijks georganiseerd in, kijk nog maar eens naar de titel van het festival en raad maar, precies Polen. Ieder jaar namen de bezoekersaantallen flink toe. Met een aantal van 750.000 mensen in 2014 mag het festival zich het grootste openluchtfestival van Europa noemen. Het evenement wordt georganiseerd door een Poolse goede doelenorganisatie. Het goede doel collecteert voor technologische moderniseringen in ziekenhuizen. Het festival is bedacht door Jerzy Osiak, de eigenaar van het goede doel. Hij wilde een festival organiseren om zijn donateurs te kunnen bedanken. Fun fact, waar je voor de meeste festivals een groot bedrag betaalt voor een ticket, hoeft dat voor Poland Rock niet. Het festival is volledig gratis, net als de omliggende kampeerterreinen. Mocht je dus nog een keer krap bij kas zitten en zin hebben in een rockfeestje, wellicht is dit dan iets voor jou. Het Summerfest wordt iedere zomer gehouden in Milwaukee, in de Amerikaanse staat Wisconsin. Het festival promoot zichzelf met de titel Grootste Muziekfestival ter Wereld. En dit zou ieder evenement natuurlijk willen, maar Summerfest mag het ook. Zij ontvingen namelijk de recordtitel in 1999 door Guinness World Records voor 's werelds grootste festival. Uit alles blijkt inderdaad dat de zaken groots aangepakt worden tijdens dit festijn. Zo duurt het evenement 11 dagen, is het terrein 30 hectare groot, zijn er 12 podia en zijn er meer dan 1000 optredens tijdens het festival. Al deze grootse investeringen hebben zich flink uitbetaald. De laatste editie trok meer dan 770.000 bezoekers. Vanwege het grootste succes op de zomerse editie werd er ook een winterfesteditie georganiseerd. Dit was alleen niet zo populair als de zomerse versie. En daarom hebben ze besloten om alleen nog maar door te gaan met Summerfest. Het Donau-Inselfest vindt plaats op een stadseiland van Wenen. Het is een openlucht muziekfestival wat gratis is en trekt bizarre bezoekersaantallen. Dit festival mag zich, met maar liefst 750.000 bezoekers in slechts 3 dagen, het grootste openluchtfestival ter wereld noemen. Om al die bezoekers toe te kunnen laten is er een enorm festivalterrein beschikbaar. Het evenement vindt ieder jaar plaats op een lap grond met een lengte van 4,5 kilometer, waar zo'n 11 podia zijn gebouwd. Op die podia wordt een grote variëteit aan muziekgenres aangeboden, en zo is er voor ieder wat wils. Zo'n evenement draait natuurlijk niet op zichzelf. In 3 dagen tijd zijn er voor Donau-Inselfest zo'n 1400 vrijwilligers op de been. En omdat het vrijwilligers zijn, kan er een enorme omzet worden gedraaid door alle eetkraampjes die lekkernijen verkopen. De geschatte jaarlijkse winst door het festival wordt geschat op zo'n 40 miljoen euro.
Wellicht heb je nog nooit van dit festival gehoord, maar toch is het echt de allergrootste ter wereld. Het Mawazin Festival in Rabat is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Mawazin betekent letterlijk ritme van de wereld. En dat klopt eigenlijk ook wel, want over de hele wereld komen bezoekers op dit festival af. Het bezoekersaantal van de editie in 2013 werd geschat op maar liefst 2,5 miljoen. Het festival werd in 2001 opgericht door een secretaris van de Marokkaanse koning Mohammed VI. Op het festival treden zowel grote internationale artiesten als kleinere lokale bandjes op. Met 7 podia en gemiddeld 90 optredens per podium kun je je vast wel voorstellen dat er heel veel artiesten op afkomen. Bij de editie van vorig jaar waren bijvoorbeeld de Black Eyed Peas en David Guetta als hoofdacts aanwezig. Ben jij een festivalganger en heb je wel eens van de festivals in dit rijtje gehoord? Of ken je een ander festival dat minder bekend is, maar ook veel publiek trekt? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!